Dit item van Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Only for Men, Men's Experience. We staan hier in het gasthuishofje met een aantal mensen van Doesburg To Do. En To Do is een nieuwe organisatie, of niet? Ja, klopt. To Do Doesburg. Dat is een initiatief van een zestal ondernemers. Ja. En wij willen activiteiten, evenementen organiseren voor Doesburg en omgeving. Okay. Het is Doesburg TV, dus je mag reclame maken. Welke ondernemers zijn het? Dat is restaurant Le Bougerie. Dat is restaurant De Bonte Hond. Dat is het Arsenaal. Dat is Olven. Dat is de Gasthuiskerk en dat is Viking Adventure Sports. Jullie hebben de handen in elkaar geslagen om evenementen te gaan organiseren. En een van de evenementen hebben jullie al gehad. Dat was namelijk met de kerstdagen, als het me niet vergis. Ja, met de kerstdagen op de kerstmarkt hebben we gestaan. En daar hebben we lekkernij verkocht. En de Christmas Sing-along. De Christmas Sing-along hebben we bijgesprongen. En bij de Hoge Linies de opening hebben we bijgesprongen. Hoe waren de reacties daarop? Heel positief. Ja? Mensen vinden het heel enthousiast dat we iets organiseren. En de bedoeling is om dat echt wel uit te breiden naar wat meer evenementen. Zodat er nog weer meer georganiseerd wordt in de Doesburg. Een van de belangrijke dingen die jullie gedaan hebben. Jullie zijn ingesprongen op het gat dat gevallen is van de benefietmaaltijd van de Doesburgse Hanzefeesten. Ja, we kregen te horen dat de Hanzefeesten misschien niet door zouden kunnen gaan. Omdat er te weinig of geen gelegenheid was om het benefietdiner te organiseren. En dat is toch eigenlijk wel zonde, omdat de Hanzefeest echt wel iets is wat heel veel toerisme trekt naar Doesburg. En heel populair ontvangen wordt. En vandaar dat wij erop ingesprongen zijn met een Hanzedans en een Hanzeschans. Een benefietavond, feestavond om geld te genereren. Hanzedans, Hanzeschans, leg eens uit, wat kunnen we verwachten? We hebben een band, Bob & Co. Ja. Die gaat spelen. Ze kunnen heel breed repertoire hebben ze. En ze kunnen ook heel veel verzoeknummers spelen. De bedoeling is dus dat mensen verzoeknummers kunnen aanvragen. We gaan dansen. We hebben de restaurants organiseren natuurlijk een schans. Dus om wat te eten kan er genomen worden. Gewoon een hele gezellige avond en hopen dat we genoeg geld ophalen. Okay. Ik denk dat het niet gratis is natuurlijk, want het is een benefietavond. Dus er zou ongetwijfeld geld op tafel gelegd moeten worden. Wat is de entree? De entree valt reuze mee, 10 euro per persoon, dus dat is heel erg toegankelijk. En natuurlijk wordt er wel wat betaald voor je hapje en je drankje ter plaatse. Hebben jullie al een doel gesteld hoeveel jullie willen gaan ophalen? We hopen 3000 euro op te halen. We weten niet of dat gaat lukken, maar we gaan ons best doen. Okay. Heeft de leden van To Do nog ieder een eigen specialiteit of een eigen achtergrond waardoor ze actief kunnen zijn in dit verhaal? Jazeker, we hebben natuurlijk de drie restaurants, Le Bougerie, Arsenaal en De Bonte Hond. En die verzorgen natuurlijk de schans. Alphen is natuurlijk ook bekend met drinken en eten. Drinken, eten, catering en materialen. En Viking Adventure Sports, wij zijn natuurlijk gespecialiseerd in evenementen organiseren of activiteiten. Ja, oké. Okay. Wanneer is het? 28 maart. 28 maart. Om 8 uur begint het in de Gasthuiskerk hier in Doesburg, waar we dus nu staan. Zaterdag. En de bedoeling is dat de kaarten van tevoren gekocht kunnen worden. En die kunnen gekocht worden bij reisbureau Lensink aan de Meiportstraat 53 in Doesburg. Okay, niet bij de VVV? Nee, niet bij de VVV, omdat wij in de organisatie zitten. Ja. En dat scheelt weer geld. Bij de onderliggende deelnemers van To Do. En hoeveel kaarten heb je al verkocht? Durf ik zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Ik heb ze nog niet geteld. Maar er zijn al kaarten verkocht. Er zijn al kaarten verkocht. Absoluut. Okay. Absoluut. Stel nou dat dit een succes wordt en jullie hebben weer een nieuwe formule. Hè? Dance en eat of dance en schans. Wat was het ook alweer? Geweldig. Dansen en schansen. Ga je dat dan vaker doen of niet? Natuurlijk, als succesnummer is, dan is het altijd voor herhaling vatbaar. We gaan meer evenementen organiseren, omdat we iedereen allemaal gespecialiseerd zijn in iets, in eten of in verzorgen van evenementen. Of zoals Viking Adventures, die in sporten veel doet. Ze kunnen GPS-tochten uitzetten en we hebben een plan om in Doesburg een walking gebeuren te maken, waarbij we de restaurants ieder zijn hapje kan klaarmaken. Dus het hapje waar hij het beste in is. En wij zorgen dan ervoor dat de straten naar die restaurants uitgelicht zijn. Ja. En met een GPS kan men dan zijn weg vervolgen en die restaurants afgaan. En aan het eind van de avond afsluiten het feest. Ja. En zo proberen we allemaal leuke dingen te organiseren. En waarin wij onze kennis
gratis ter beschikking kunnen stellen. Bundelen. Ja. Kunnen bundelen. En toch leuke dingen organiseren met Doesburgers, voor Doesburgers en door Doesburgers. Ja. Henri, nog even voor jou. Je hebt jarenlang heb je het benefietidee verzorgd en nu krijg je versterking. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. We hebben het 6 jaar gedaan. Groot succes geweest, altijd. Veel geld opgebracht. En nu is het denk ik, gezien we al voor die tijd in deze organisatie zitten, is het natuurlijk beter als je het met een grotere club gaat dragen. Ja. Ja. Het is tenslotte ook een breed gedragen feest in Doesburg, het Hanzefeest. Ja. Dus dan kun je ook gezamenlijk met de ondernemers zorgen dat je iets organiseert waardoor je het geld binnenhaalt. Ja. Wat gewoon belangrijk is om die dag door te laten gaan. Kun jij mij al een tipje van de sluier oplichten wat voor jullie lekkers jullie gaan maken voor het schansen? Nou, dat wordt in feite, schansen zegt het al een beetje, mag een beetje grof zijn. Ja. Dus dat wordt iets van een halve haan of saté en dat soort zaken. Lekkere bouten. Dat soort lekkere bouten. Maar dan niet op zijn schans eten, hè, met de bordjes achterover. Nee, dat niet. Nee. Zouden ze die leuk vinden in de achterhuis? Opgeruimd worden. Moet opgeruimd worden. En ze vinden die leuk in de gasthuiskerk. Dames en heren, ik wens jullie heel veel succes. We gaan het zien, we gaan het beleven. En we mogen aanwezig zijn. Ja, natuurlijk. Ja? Welkom. Ja, okay. Zeker. Dankjewel. 28 maart. 28 maart, Gasthuiskerk, kaarten bij... Reisbureau Lensink op de Meijpoortstraat. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Dit item van Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Only for Men, Men's Experience.